Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Gaat goed. Heb zin in. Ik verwacht één groot feest, één groot gezellige bende. Echt gewoon genieten. Ja, de mannen zijn keurig gesoigneerd. Beentjes zijn geschoren. Maar hoeveel meter heb je gereden? Nou, 100. Ik ben de eerste lekker band. Nou ja, misschien is het voor mij de laatste, hè? Dan heb je maar vast gehad. Zo is dat. Heb je vaker gefietst in de bergen? Nee. Het wordt helemaal nieuw. Voor het eerst hier in de Alpen, dus ga meemaken. Het weer is goed, dus op zich denk ik dat het niet zo'n moeilijke etappe wordt. Alleen Alpe d'Huez denk ik, de rest zal wel meevallen. Vertel je vanavond wel of het beter gaat, man. Ja, denk je dat het zwaar gaat worden? Nou, ik denk dat het vandaag nog mee wordt, tot morgen meer de uitdaging wordt. Alpe d'Huez, onder het uur. De etappe van vandaag. Ja, die start hier in Barnekia. Het is al gezellig druk hier. Vervolgens knallen we meteen de Echel op met de koude benen. Dalen af naar Briançon, waar vervolgens de Lauterette begint. En dan is daar checkpoint 1. We zullen er even bij komen. Dan een lange afdaling, even een stukje N-weg. En dan feest op Alpe d'Huez. En daar de finish. En dan na 4200 hoogtemeters kunnen we lekker bijkomen op de camping. Het eerste team gaat vertrekken voor Tourverluid 2013. Hier komt ie hoor! Eigen tempo, Sven. Ja, ja, zo gaat het, hè. Kom ze eraf, mooi dagje. Alles is mee. Ik vond het een lekker bergje en ik vond hem echt super mooi. So far so good. You know, I was a bit intimidated with all these beautiful bikes and toned bodies, but so far so good. I'm keeping up, kinda. Viel het mee of viel het tegen? Viel mee. Ja. Het zwaarder verwacht. Ja, maar de Alpe d'Huez komt nog, hè? Alpe d'Huez vind ik minder mooi, maar ja, dat is dan klimtechnisch weer een leuke uitdaging. Ja, vorig jaar hadden we 1:30, dan moet een kwartier vanaf. Uurtje 10 minuten. Onder de 2 uur, dat moet wel lukken, ja. We zien de beelden elke avond op de tv. Al 2 jaar lang woedt een gruwelijke burgeroorlog in Syrië. Een samenleving die op het punt van instorten lijkt te staan. Zelfs ziekenhuizen worden gezien als doelwit door alle kanten in het conflict. Elke maand vallen duizenden burgerslachtoffers. Hulpverlening geven in Syrië is heel erg moeilijk. Het is gevaarlijk om teams aan de grond te hebben. Het is moeilijk om toestemming te krijgen om te kunnen werken.
om medicijnen en hulpgoederen de grens over te krijgen. Maar het kan wel. Artsen zonder grenzen heeft teams aan de grond. En dankzij hun inzet, hun doorzettingsvermogen, kunnen wij de mensen in Syrië de hulp geven waar ze recht op hebben. Inzet en doorzettingsvermogen. Hetzelfde wat we voor jullie krijgen. Bedankt en veel succes. Hoeveel is het nog? Ja. Nou, nog 20 bochten. Oh. Dit is een zwaar moment. Rustig doortrappen. Blijven lachen. Maar ja, er komen er wel, hè. Wat gaaf is dit? Ja, vind je het leuk? Het is superleuk, maar afzien. Jij ook. Oh. Gaat ie? Ja, het gaat. Het was langer dan ik wilde. Zwaar. Echt. Allemachtig. Vind je het toch tegen? Ja, toen ik jullie zag bij bocht 7, waar je zo gezellig stonden te zwaaien, dacht ik, oh, ik ben er bijna. Oh, ik was echt nog lang niet. Ik heb een kramp ook. Fucking zwaar. Tiende keer dit, mijn jubileum. Tiende keer. Ja, maar valt toch het tegen. Nog geen enkele keer relaxed geweest. Helemaal leeg. Fantastisch. Serieus, het is het mooiste wat me in mijn leven overkomen is, behalve mijn vrouw. Ja, maar wat maakt het zo mooi dan? Wat het zo mooi maakt, dat is het totale evenement met alle mensen. De sportieve uitdaging, de prestatie. Het neerzetten van een prestatie. De bergen, de omgeving. Het is gewoon fantastisch. Artsen zonder grenzen, Tour for Life, de fiets. Van heel breed naar heel klein. Die fiets met die twee wielen, dat is waarschijnlijk een van de allermooiste uitvindingen die ze ooit zijn gedaan. En het begon allemaal met de wiel, wat de moeder is van alle uitvindingen. Op de allereerste klim naar de Col de l'Echelle, misschien 3 kilometer toen het wat steiler werd, was daar een grote klapband van Nienke. Dat gebeurde allemaal helemaal in het begin. Het was de aanzet voor een hele mooie dag, de opwarmdag. De Col de l'Echelle was prachtig. De teams reden keurig in groepjes, mooi bij elkaar, de kleurige outfits. En daarna kwam de afdaling naar Briançon, die mooie stad op hoogte in de Alpen. En daarna die grote, lange, trage klim naar de Lautaret. Niet de meest tot de verbeelding sprekende klim. Hij is breed, veel auto's, Frans geagiteerd publiek af en toe. Maar uiteindelijk de beloning bovenop met de eerste stop was prachtig. En het viel op dat die atmosfeer nu al op dag 1, die opwarmdag, al zo heel mooi is. Die verbroedering tussen al die mensen op die fiets. En daarna ging het in gezwinde spoed over die brede weg naar Bourg-d'Oisan, waar dan het toetje volgde, de Alpe d'Huez. Voor sommigen een troostrijke berg, voor anderen een uitdaging om de benen te testen. En waar eerder op de dag nog veel gepraat werd, leek het nu soms een beetje een stille processie. Iedereen in zijn eigen bubbel, in zijn eigen geest om toch die steile berg naar boven te komen
en daar te finishen. En sommigen ook met een doel, een persoonlijk record, de snelste te willen zijn van de eigen ploeg. Want iedereen die zoekt toch wat hij vinden wil op die Alpe d'Huez. Het was een mooie dag, die opwarmdag. En die verbroedering, die zagen we heel erg op dag 1. We begonnen met de fiets en we eindigen met de fiets. Want dit gaat om het goede doel. Dit gaat om voor Artsen zonder Grenzen geld te verzamelen. En die fiets is iets heel moois. Theodore Roosevelt, Amerikaanse president, zei ooit: "As long as people ride bikes, there is hope for humanity." En daar ben ik het helemaal mee eens. En met die gedachten zijn volgens mij ook de mensen hier bij elkaar. We gaan er een mooie week van maken. Dag 1 was fantastisch. En die fiets, daar doen we het mee. Hallo, ik ben op zoek naar Eppo. Eppo Karzijns. Eppo. Ben jij Eppo? Ja. Jij moet Eppo zijn. Ja, ik ben Eppo. Eppo, jij hebt de fietsbel gewonnen. En hoe komt dat zo? Zeg eens. Enig idee waarom? Nee, echt geen flauw idee. Je hebt de fietsbel gewonnen, de hotelfietsbel, omdat je al 5 jaar lang onafgebroken elk jaar meegaat met de Tour for Life. Hoeveel foto's heb je inmiddels gemaakt, denk je? Wil je het echt weten? Ik heb geen flauw idee. Veel, heel veel. Mijn klakson is stuk op de motor, echt waar. Dus ik kan hem gebruiken, echt waar. Pak hem maar. Oké, dankjewel. De etappe vanmorgen is de koninginnenrit, maar dat had iedereen al door. Dat zijn serieuze hoogtemeters. Ik zit even te denken hoeveel er ook weer zijn, kom ik zo op terug. We beginnen met Croix de Fer. Croix de Fer is echt een serieuze col, meteen vanaf de start 30 kilometer omhoog. Er zit een heel klein dipje in, dat is voor de mensen die denken van nou, ik ben er. Je bent er dus niet, want daarna heb je toch nog een paar kilometertjes te gaan. Dan gaan we een serieuze afdaling in, waar ik veel kansen toedicht ook voor mijn ploeg om daar een gat dicht te rijden. En dan komen we aan de voet van de Madeleine. Het gaat eigenlijk in één keer door. En ook dat is echt een, ja, toch wel een serieuze klim van een kleine 20 kilometer. En dan, ja, dan is het eigenlijk een zinderende finale richting de Col de Tamier. En dan komen we uit op een goede 160 kilometer met een 4200 hoogtemeters. Heb je er wel zin in eigenlijk? Nou, je ziet hoe fris ik eruit zie na etappe 1. Dus we gaan ervoor morgen.